Het is vandaag zondag. Vandaag is het een beetje zo'n druilerige dag qua weer. En Amy is dit weekend gaan logeren bij mijn ouders. Dat had ze gekregen als, onder andere als cadeau voor de verjaardag. Dus echt even een weekendje quality time. Dus ze heeft het helemaal leuk daar. Ze mag zelf kiezen wat ze eten. Ze mag opblijven. Dat soort dingen. Super leuk. Dus die komt denk ik in de loop van de dag wel thuis. Maar ik mis er wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is toch wel een beetje leeg in huis met twee in plaats van drie meisjes. Maar goed, we hebben weer extra tijd ook om even aan Feline en Lana te besteden nu. Dus we maken er een lekker chill dag dan van. Lana is in de pyjama. Nou ja, ik heb wel gewoon kleren aan, maar dit is ook vrij chill. En ja, we zien wel wat de dag ons brengt. Krijg gewoon gezellig wat mee. Wij zitten achter mijn oude laptop en we zijn Sims aan het spelen. Ja. En ik heb dus nu dus ontdekt dat je ook... ik heb het spel heel lang. Dat je dus ook huizen die andere mensen hebben gebouwd kunt downloaden en ook kunt plaatsen. En ik heb echt iets met tiny houses. En dan hebben we dus deze gevonden. Oh, ja. Verliezen. Dus we gaan nou mensen hier inzetten om in te wonen. Hoe doe je dat eigenlijk? Dat gaan we zo doen. Kijk. Kijk hoe leuk het is geworden. Zo ja. Verliezen, doe maar niet schat. Verliezen is het filmen. Het is een hele leuke keuken. Ja. Leuk hè, met die trap ook. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. Nee, nu gaan we er even een familie in zetten. Oké, hoe doe je dat, familie? Heel klein. Nu hebben we er een heel leuk gezinnetje in gezet van een moeder die Lena heet en een dochter die Lana heet. Ja. Nee, deze heet Lena. Of Lana en die heet Lena. Ja, dat zei ik toch, of niet? Nee. Oh, zei ik het verkeerd. Oh. Maar hoe kun je doen dat erboven? Je kunt naar boven door daar op dat pijltje te drukken. Nee, dat pijltje naar boven. Ja. Zie je, dan ben je boven. Ze is nu ook boven. Zie je, ze gaat denk ik even slapen. Ze is denk ik moe. Ik vind de spiegel wel lelijk. Ja? Ga weg dan. Een andere spiegel kopen of iets. Ik zie je met een dikke paar. Oh, wat leuk. Nou, wij gaan cupcakes bakken. Bruine en witte. Ja. Wel heel makkelijk om alleen water toe te voegen. Ja. Gewoon. Zo. Even wachten. Dit is voor de chocolade cupcakes. En dit is voor de witte cupcakes. En deze zijn straks... Die gaan we ze indoen, hè, straks. Ja. Deze mix. Oh, niet openmaken, schat. Deze moet ook. Zo, dat is deze. Oh, 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 oh. Die mag in dit bakje. Oké. Oh, daar zitten chocolaatjes bij. Oh, pas op, pas op. Oh, ik probeer zo min mogelijk te knoeien. Ik kan het heel knap, hè? Nee, 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 nog even roeren. We zijn nog niet klaar. Kun je een beetje roeren? Maar ik wil... Ja? Bij mij moet echt nog wel wat water bij. Maar bij mij ook. Nee, die van jou niet. Als je te veel water doet, dan wordt het niet goed. Tadaa, dit zijn ze geworden. Ik heb gewoon zowel wit als bruin met elkaar gemixt. Dus sommige zaten helemaal aan elkaar vastgeplakt. Maar vanmiddag komen mijn ouders Amy terugbrengen. Dan kunnen we lekker koffie drinken met een cupcake erbij. Ik heb de kinderen al lekker in bad gedaan. Dus ze zijn al in pyjama. En nu gaan we even knutselen. En ik had dit opgestuurd gekregen van Little Creations. Zij hebben, noem het een soort Hello Fresh, maar dan met knutselboxen. En alle benodigdheden zitten daar dan al in. Met een hele handige beschrijving. Ja. Dus wij gaan even lekker knutselen. Ik moet heel even langs proberen te kunnen. Dit is boterslijm. Boterslijm, kijk, wat zit er allemaal in? Kun je zo lang uitstorten. Dit is ook dit dingetje. Ja.
4 creaties af. Dit is een heel leuk kuikentje in een potje. En dit is een konijntje in een potje. Te leuk. En er loopt hier een dametje in pyjama, maar wel met hakken. Super classy. En schat? Oh, mooi. Nico aan het lopen. Oeh, zo. Samen met Amy. En Amy is terug van haar weekendje weg. Oké, Nico die draait mij rond. Amy is terug van haar weekendje weg. Ik moet er even een dingetje bij zeggen. Mijn vader die dacht, ik ga even de pony knippen van Amy. En dat mocht ook met mijn toestemming. Maar ik zei echt maar een heel klein stukje, want het haartje staat echt compleet in haar ogen. En we hebben pas de 30ste een afspraak bij de kapper. Alleen, iets te veel is er af. Dus, ja. Het is niet anders. Het groeit wel weer aan. Maar, zeg ik er even bij, dat jullie niet denken dat ik zelf de schaar gepakt heb. Moeten we die kant op? Nee, we lopen toch altijd via deze kant. Maandag. Ik heb al een heel ochtendje werken erop zitten en ik ga nou lunchen. Ik heb een heel lekkere, gezonde lunch voor mezelf gemaakt. Dit is groentemix. Ja, dus eigenlijk een halve courgette, halve avocado. Nee, halve avocado. Aubergine. Nee, oké, grapje. Opnieuw. Halve courgette, halve aubergine en een tjaffel. En dan heb ik het. Kan ik jullie eindelijk vertellen? Afgelopen vrijdag was het lanceringsfeestje. Dat is voor mij komende vrijdag. Dus ik vind het stiekem nog best wel spannend. Want ik heb nog geen idee hoe jullie gaan reageren. Maar ik heb echt iets super tofs gelanceerd. En het is echt een droom van mij die uitkomt. Namelijk de Casey Club. Oftewel een app. Een online platform voor moeders en vrouwen en moeders-to-be. Om samen te kletsen over moederschap, over mindset, persoonlijke ontwikkeling. Samen challenges te volgen. En in de app deel ik exclusieve content. We hebben om de week een borrel via Zoom met z'n allen. Dus je kunt je daar dan voor aanmelden. Dat is echt super cool. En om de week een koffiemomentje samen met anderen via Zoom. Dus dan kunnen we echt even goed met elkaar kletsen over allerlei onderwerpen. Daarnaast deel ik dus challenges. En die ken je misschien nog wel. Je kent de budget challenge misschien nog wel. De Healthy Together challenge. De opruim challenge. En vanaf nu zal ik elke 2 maanden een nieuwe challenge lanceren in de Casey Club. Met video content, met e-books. En gaan we met elkaar aan de slag met een heleboel toffe uitdagingen. En volgende week gaan we van start met de allereerste challenge in de Casey Club. En dat is de Mom's Mindset Challenge. En in die challenge gaan we samen aan de slag met persoonlijke ontwikkeling. Met onze mindset. We gaan een me-time routine creëren. Ik ga je helpen om een mindmap te maken. Zodat je heel erg aan de slag gaat met je doelen en je dromen. Je leven is een soort van automatische piloot. En je merkt gewoon dat je soms niet helemaal kan genieten van het moederschap of van dingen die je doet. En je zou gewoon wat positiever in het leven willen staan. En daar gaan we echt aan de slag mee. In de Mindset Challenge. En je hoeft daar echt geen moeder voor te zijn. Als je mee wil doen. We gaan een me-time routine creëren. We gaan aan de slag met onze energiegevers en energiezuigers. Dus hoe kunnen we met nog meer energie door het leven gaan. En nog meer genieten van het leven. En leven volgens je eigen voorwaarden. Ja, het is te veel om zo even kort uit te leggen. Maar het is echt super leuk. En in de Casey Club komt dat dus allemaal samen. En je kunt je nu met een speciale kortingscode aanmelden. En die is eigenlijk maar geldig tot maandag. De datum zet ik in beeld. Maar omdat jullie mijn vaste vlogkijkers zijn, heb ik een speciale kortingscode. Dat jullie gewoon tot de challenge van start gaat met die actie kunnen meedoen. En die zet ik even in beeld. En met die actieprijs betaal je maar €11,97 om mee te doen aan de Moms Mindset Challenge. Maar je krijgt gelijk ook 2 maanden membership cadeau voor de Casey Club community. En daarin gaan we met elkaar kletsen. Een online plek waarin je met elkaar kunt connecten. Met elkaar kunt kletsen. Ook over allerlei taboe onderwerpen. Dingen waarvan je gewoon niet wil dat anderen op social media kunnen meelezen. Een plek waarin iedereen elkaar in de waarde laat. Waarin je gewoon lekker jezelf kan zijn. Met deze kortingscode is het natuurlijk ook echt een no-brainer om je aan te melden. En dan krijg je gelijk 2 maanden membership. Mocht je daarna willen blijven, dan kost het maar €5,97 per maand. Dus ja, dat is natuurlijk super leuk. En elke 2 maanden kun je dan meedoen aan de challenges en de masterclasses en dingen die ik daar ga organiseren. Dus ik ben echt super excited en blij. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om op die manier ook meer verbinding met jullie te krijgen. In plaats van dat ik nu in de camera zit te kletsen, dat jullie ook met mij kunnen kletsen. En dat ik jullie verhaal kan horen. En dat we met elkaar allerlei onderwerpen bespreekbaar kunnen maken. En dingen waar we tegenaan lopen of
dat we elkaar om hulp kunnen vragen. Zodat we echt een community zijn om elkaar te ondersteunen en het leven nog leuker te maken. Ik ben klaar met werken. Het is nu 3 uur geweest en ik werk in principe op maandag tot 4, maar ik ben al eerder klaar. En vanaf deze week proberen we veel meer structuur in onze dag te krijgen. Dus ook een vast moment, nou ja, vaste werktijden, maar ook een vast moment waarop we even met z'n allen wat gaan drinken. Even een koekje. Los van het avondeten, zeg maar. Ik had die tip ook meegekregen van de mama van, waarmee ik live was op Instagram. Dat was echt super inspirerend. Zij is moeder van 8 kinderen, dus structuur is dan ook wel heel belangrijk. Maar ja, wij kunnen daar ook wel weer het een en ander in uitbreiden. Dus we gaan even lekker met z'n allen zitten. Hele mooie hakjes zorg verdienen. Met een modeshow aan het lopen. Als we aan het dansen zijn. Ja, we waren net aan het dansen, hè? Dan moeten we make-up doen, hè? Ja, en dan gaan we zo lekker naar bedje toe, hè? Oké, jij zegt ja. Ja. Ging je met het bakje gooien? Ja. Ja! Doe het bij mij. Ja, kijk. Het is vrijdag. Ik ben even 3 dagjes overgeslagen qua vloggen. Dus ik was super druk met mijn The Casey Club. Met het vullen van de video's voor de challenges en de content. En alles klaarzetten voor het lanceringsfeestje van vanavond. Dus ik heb daar even mijn focus op gelegd. Maar ik ga ook een paar dagen langer doorvloggen. Want ik heb ook weer mijn uploadschema omgegooid. Omdat ik merk dat dat voor mijn planning makkelijker uitkomt. En ook voor jullie, want ik merk toch dat in de avond eigenlijk veel handiger is om een video te uploaden. Ik hoor het ook van velen van jullie dat je ook vooral in de avond kijkt. En maandagavond is dan een leuk begin van de week om dan als de kinderen op bed liggen gezellig een vlog te kijken. Dus op maandagavond vanaf nu de vlog. En op woensdagavond de extra video om 7 uur. Dan laat ik ze allebei in première gaan. Dus er is nogal wat gewijzigd. Dan deed ik dit, dan deed ik dat. Maar ik denk dat ik hierbij blijf. Dus hopelijk... vergeven jullie het mij dat ik zo aan het switchen ben geweest. Maar goed, het is dus vrijdag. In principe mijn vrije dag. Ja, vanavond heb ik mijn lanceringsfeestje. Maar dat vind ik gewoon kei leuk. Ik ga boodschapjes doen met Feline. We moeten even een brief op de bus doen. En dan gaan we boodschapjes doen. En verder lekker een beetje chill. Het is heel mooi weer. Dus we gaan gewoon lekker een chill dagje van maken. En dan is het vanavond feest. Ja, en die andere? Ja, die mag. Ik was er bijna niet meer bij met zoveel boodschapjes. Wel. Wel? Oké. Okay. En de boodschappen. Ik heb er gewoon een boodschappentas extra bij moeten kopen. Omdat ik gewoon heel veel had. En we gewoon niet genoeg boodschappentassen meer hadden. Dus nu even alles uitladen. Nou, ik ga met mama opruimen. En de koelte hier. Is Lana terug van school en van zwemles. En Amy is ook terug van afspreken bij een vriendinnetje en school. En ze hebben nu even lekker een wafeltje om te versieren, want het is weekend. En we gaan zo de haartjes kleuren met creppapier. Daar heb ik binnenkort een tutorial van op mijn YouTube kanaal. En daar is het aan spray. Ja, maar het is niet om te sprayen, schat. We gaan het dippen. En dan hebben jullie straks hele mooie kleurtjes in jullie haren. Dus dat gaan we ook gezellig doen. Is het lekker, schat? Ja. Daar hebben ze al 2 staartjes. Dan kunnen we het zo gaan dippen. Zo, ik heb nog een nieuwe. Ja, Amy, dat weten we niet.
zitten. Ja. Kijk, ik heb zo'n haar. Je ziet het niet een beetje, want ik ben nou aan iets aan het doen, maar dit is heel leuk wat je open doet. Dat doet je er ook altijd. En dat moet jij ook doen. Een beetje zo. Dit is de goede haren. Nee, doe maar even niets. Eveline heeft ook heel schattig hier roze haartjes, een beetje. Oh, je hebt lippenstift opgedaan. Qua avondeten hou ik het lekker makkelijk vandaag. Ik maak een salade, dus met gemengde sla, wat ijsbergsla, komkommer en paprika. En dan maken we wraps. En dan heb ik vissticks. En die doe ik zelfs gewoon in de airfryer. Dus dat is lekker makkelijk. Oh, wie ziet er stiekem sla te eten en rauwkost? Dat vindt mama niet zo erg hoor, als jullie dat lekker snoepen. Nu zie je trouwens ook dat Lana ook het groene randje heeft, de dip dye. Ja, ga maar op je stoeltje zitten, schat. Gaan we zo lekker eten? Ik eet hem dan zonder wrap, maar dan met salade. Lekker! Oeh, het is inmiddels avond. Oh, mijn camera wordt slecht. Morgen komt mijn nieuwe camera binnen. En we zijn alles aan het klaarzetten voor de live sessie. Oeh. Oh my god. Spannend, ik ben live. Hallo allemaal. Even kijken of ik hem iets lichter kan zetten. De lancering zit erop. Het ging echt super goed. Het was echt heel leuk. Oh, mijn camera. Morgen komt een nieuwe camera binnen als het goed is. Want deze camera begint echt heel slecht te worden als het donker is en scherp stellen en zwart. Maar goed, ik heb lekker een glaasje champagne. En ik ben super trots en super blij met de lancering en hoe goed het ontvangen wordt en jullie enthousiasme. Dus ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ik ga nog even met Nico wandelen en dan ga ik lekker naar bed toe. Dan zie ik mij morgen weer. Niet verteld wat ik ging doen vandaag, maar ik ben samen met Kimberly. Ik was juist stiekem. En wij hebben even een mom's night out. Nee, dat was het maar zo. Feest. Even lekker een uitje samen. We gaan zo even shoppen bij de H&M. We hebben een shopafspraak. En we hebben lekker een koffietje. En we gaan straks ook lekker lunch afhalen. En we hebben super mooi weer. En we zijn heel even lekker zonder kinderen. Ja, echt heel lekker. Maar mom's night out zou ik echt heel leuk. Ja, oh, daar kan ik echt niet op wachten, inderdaad. Ik ook. Nou, deze aan. Ik vind het vestje super leuk. Maar de rok erbij wordt een beetje heel geel. Ik vind de rok wel los heel erg leuk. Maar ik denk dat ik in ieder geval voor het vestje ga. Ik heb nu een beetje zo'n soort van semi-nette pantalon aan, maar wel die heel chill zit. Oh, en een topje. Nee, ik was het filmen. En dit jasje. En dit jasje. Ik denk een spijkerjasje is wel leuk, maar ik vind hem toch wel ergens weer. Ik heb misschien liever een wat ruimer variant. Ik weet niet. Ik ben geslaagd bij de H&M. En we gaan nu even lekker hier zitten in het zonnetje. En we gaan lekker eten. We hebben lekker eten gehaald. Ik heb een salade met zalm afgehaald bij Bakker Bart. En je hebt een lekker broodje gegrilde groenten. En we zitten in het zonnetje. Dus onze dag kan niet meer stuk.
meisjes! Ik ben net teruggefietst en ik fiets langs het speeltuintje. En hier zijn meisjes lekker aan het spelen. En aan het fietsen. Een heel leuk vestje en een nieuwe tas. Yes! Ik ben terug, ik was op de fiets. Dat kun je ook wel aan mijn ogen zien. En ik heb het idee dat ik van die eyeliner even een beetje rode ogen heb gekregen. Maar ik zal even laten zien wat ik heb geshopt. Ik heb sowieso een super leuke middag gehad. Echt even lekker eruit. Even met een vriendin wat leuks doen. Gezellig bijgekletst. Echt heel erg leuk. En ik heb er ook een leuke reel van opgenomen. Dus die kun je ook op mijn Instagram bekijken. Van wat leuke pashokjes outfits. Ik zal even laten zien wat ik heb geshopt. Ik heb me best wel ingehouden. Ik ben gegaan voor deze tas. En eigenlijk omdat die heel erg lijkt op een modelletje wat ik ooit had van Michael Kors. En die was toen op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer goed. Maar die was zo fijn. En het is gewoon net een maatje groter als de tas die ik nu gebruik. Dus dat is ook wel handig. En dit leuke vestje. Het lijkt dus heel erg op dit vestje. En dit is echt mijn favoriete vestje. Altijd als hij weer uit de was komt ben ik weer helemaal blij. Dus die heb ik nou in een soort... het is niet geel. Het is ook niet beige. Dus een beetje daartussenin kleurtje gekocht. Echt heel erg leuk. Dus dat was het eigenlijk al wat ik gekocht heb. En de postbode is geweest. En ik denk dat hier mijn nieuwe camera in zit. Dus die ga ik nou openmaken. Zeg maar de status van mijn oude camera. Waar ik dus deze vlog grotendeels nog mee gefilmd heb. Ik film nu heel even met die van Yannick. Maar ik vind het toch wel veel fijn om zelf een nieuwe te hebben. Ja, deze heeft het helaas niet overleefd. Voor de tech freaks, die worden hier helemaal blij van. Zoals ik dus. Dit is hem. Het is eigenlijk de nieuwste versie van die ik al had. Ik had eerst de Mark 2 en dit is dus de Mark 3. En ik heb ook deze erbij gehaald. Even kijken, dit is dus een speciale tripod van Canon zelf. Dit is allemaal no-spon, even voor de duidelijkheid. Waarmee je hem ook deels kan bedienen en zo. Dus dat leek me ook wel handig. En het was een soort van hele... Ja, een soort van vlog set in één. En een professionele microfoon. Dat heb ik nog nooit eerder mee gewerkt. Maar het lijkt me heel erg handig voor mijn extra video's. Omdat ik het geluid soms, zeker bijvoorbeeld bij boodschappen, shoplogs en zo, vind ik soms het geluid niet zo goed. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit werkt. Ik heb uitgehaald en ik ga hem nou dus eventjes installeren. Tenminste, ik ga nou de volgende beelden dus maken met mijn nieuwe camera. Ik ben heel benieuwd. Dan heb ik zelfs een afstandsbediening als ik dan bijvoorbeeld sta te koken. Dan hoef ik niet elke keer. Zo, dat zien jullie nooit. Het knopje weer in te drukken. En dan ga ik het volgende doen. En dan weer knopje indrukken. Nee, dan sta ik gewoon. La, 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 la. En druk op het knopje. En dan pauzeert hij. En dan gaat hij weer verder. Nou, ben ik even helemaal happy met mijn nieuwe gadget. Ik ga hem weer uitzetten. Ik ben aan het koken. Ik maak broccoli soep. En ondertussen hebben wij ook de boys van vrienden van ons in huis. Dus die krijgen nog even wat lekker zoute sticks. Het moet ook voor de innerlijke mens gezorgd worden. Ik maak broccoli soep met stokbrood. Het is lekker makkelijk deze zaterdag. Goedemorgen, het is de dag gedaan. Ik moet weer even wennen aan mijn nieuwe camera. Het is vandaag zondag en lekker een chilldagje. De laatste dag dat ik jullie meeneem in deze vlog. Morgen gaat hij online. Dus ik vlog nu omdat ik hem al maandag plaats. Zie je dus hele recente beelden, dus dat is misschien ook wel leuk. Vandaag is vrij chill. Ik ga sowieso dadelijk even met de meisjes... Mag de televisie iets zachter, dametjes? Is dat bij jullie ook altijd zo? Ze horen mij niet eens. Oké, ben ik weer. TV is het iets zachter, denk ik. Afgelopen woensdag was Nico jarig. En de kinderen vonden het toch wel heel schandalig dat we dat niet hadden gevierd. Met taart en zo. Dus ik ga deze ochtend met de kinderen wat bakken. Ik ga Red Velvet brownies bakken. We gaan vanmiddag nog langs mijn schoonouders en denk ik ook nog naar een speeltuin. En verder is het gewoon lekker een lazy Sunday. Het is nu ook alweer half, oh die klok staat niet goed. Het is nu 10:30, dus we hebben heel chill in de ochtend gedaan. Ik ga zitten in. Doe jij deze in deze kom. De Red Velvet cake die komt uit de oven. Het is eigenlijk een brownie. En nu gaan we hem dus versieren met de roomkaas. En ik ga het helemaal opeten. Nee, we gaan het niet proeven. We hebben toch besloten om de taart mee te nemen naar mijn schoonouders. Waar we gezellig even koffie gaan drinken met taart erbij. Zo, ga je gezellig mee. Dan gaan we het feestje bij opa en oma vieren. Ja. Dat is wel heel leuk. Hey. Hey.
spontane ideeën zijn natuurlijk het leukst. Dus we hebben besloten dat we lekker frietjes gaan halen en andere... En wat voor frietjes. En wat voor frietjes. En lekker gaan mee eten. Feline is mee frietjes halen. Dan gaan we lekker hier eten en... Een soepje eten. Een soepje eten en rondjes erbij. Helemaal gezellig. Op Nico's verjaardag. Op Nico's verjaardag. Zo. Doei doei. Doei. Thuis hebben we een superleuk middag gehad. Ja. Lekker gegeten bij je ouders. Meisjes liggen op bed en wij gaan even lekker Netflix serietje kijken en deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Ik ben benieuwd hoe jullie het vonden dat hij nou maandagavond online kan. Het nieuwe uploadschema is dus maandag om 7 uur 's avonds een vlog. En op woensdag een extra video om 7 uur 's avonds. En je moet ook zeker jouw kanaal checken. Dus bij jou op dinsdag een kookvideo. Dinsdag 7 uur 's avonds. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja. Dat is morgen voor jullie. Nou, dankjewel voor het kijken. Sorry dat je geabonneerd bent op Kelly Kressen en Papa Shanky. En dan zeggen we tot de volgende video. Doei!